De 100 Series by BGDC 2019 beleefde op het circuit van Spa-Francorchamps de seizoensfinale. Als het meer dan interessant voorprogramma in de 24 uur en 2 pk traditioneel door de concurrenten geapprecieerd en met meer dan 40 wagens op de startgrid zagen we meteen het meest doorgewinterde plateau van het seizoen. Het is een nieuwkomer in BGDC, de Peugeot 308 wagen 23 van het Burton Racing Team. Die startte vanaf de pole position, het wagen toevertrouwd aan Pierre-Yves Kortals en Karen Burton, die de laatste seizoenswedstrijd reden na hun optreden in de TCR Spa 500. Van zodra de start werd vrijgegeven, waren de concurrenten van de divisies 3 en 4 meteen in een strijd verwikkeld. Snel kwam de Luxemburger Harry Putz naar voren aan het stuur van de Mark Focus W8 wagen 57 van VDS Racing Adventures. De concurrenten van de 100 Series bij BGDC kregen ook af te rekenen met deze BMW M4 GT4, wagen 164, bestuurd door de Belg Koen de Wit. Maar de Wit rijdt in de Nederlandse competitie STWC. Het duurde niet lang voordat we de eerste slachtoffers van deze finale zagen. Met de Renault Clio Cup wagen 37 van Hervé de Gère, Olivier Debroux en François Jequenne. Gebroken stuurstang na een contact met een andere concurrent was het verdikt. De Peugeot RCZ Cup wagen 288 van Philippe Ortulanus, Laurent Tricochet, kwam tot stilstand bij het insturen van Bruxelles. Frustratie om het seizoen te beëindigen. Geen geluk voor Dennis van Mol en Fred Bovy in de Ginetta, die uiteindelijk hun wiel verloor in de dubbele linkse. De lijst met pechvogels en dus met opgevers werd alsmaar langer, waaronder de Renault Clio, de wagen 69 van Rogier van Kuik, Thomas Leeten, totale motorschade en een penalty en een lekke band. Ook geen succes voor de BMW Z4, wagen 94 van Guillaume en André Patsé, vergezeld door Simon Naillot, wiens seizoen eindigde op de Redillon. De laatste in deze rij, de Peugeot 207 Turbo, wagen 70 van Patrick van der Reken en Nicolas Lamonica, slachtoffer van technische problemen en dus een opgave in de pitlane. Vooraan het peloton zijn het de beste wagens in divisie 2 die opnieuw een sterke indruk zouden maken. Net zoals 2 weken geleden in Zolder eindigden de twee Mark Focus V8 VDS Racing Adventures auto uiteindelijk in de top van de ranglijst. Een duel nog in volle gang toen de 57 van Harry Putz en Rafael van der Straten stopten in de pitlijn tijdens de tweede helft van de race. We hadden een versnellingsbakprobleem. Deze was volledig geblokkeerd. Schakelen was onmogelijk. We moesten een lange stop maken van meer dan 20 minuten. We hebben kunnen repareren, maar we hebben daardoor veel tijd verloren. Pilou Kortals en Karen Burton demonstreerden het extreme uithoudingsvermogen dat hun in alle omstandigheden kenmerkt en lieten het niet los tot het punt dat ze zich in de positie bevonden om te winnen aan het begin van de laatste ronde, achterna gezeten door de Focus V8 van Alex Dulatre du Bosco. Het was een sterk imago om het seizoen te eindigen voor de Peugeot 308 wagen 23. Maar de wagen viel zonder benzine in de busstopchicane, waardoor Karen Burton de Lewin over de finishlijn moest duwen. Zo ging in de laatste meters een algemene overwinning verloren, maar desondanks kregen ze de overwinning in divisie 2 als troostprijs, gelukkig met een glimlach. We hadden geen benzine meer, we hebben het te precies aangepakt. Dus een klein gebrek aan ervaring. We hebben niet genoeg benzine getankt. In onze berekeningen hadden we gepland 2 ronden eerder te stoppen, maar we zouden dan onze eerste positie hebben verloren. Ik zei tegen Pilou, het is goed. We misten 10 meter, anders hadden we gewonnen. De VDS is ons gepasseerd. We hebben het geprobeerd. Il manquait 10 meters, sinon on aurait gagné. On s'est fait passer par la VDS. On a essayé. Hoe was het te rijden in zo'n peloton? Er waren gelukkig meer auto's dan de TCR 500 in Spa. Was het leuk? Veel plezier gehad. Het zijn niet dezelfde auto's. Sommige gaan heel snel in de rechte lijn, sommige remmen heel vroeg en gaan dan niet snel door de bochten. Het is heel leuk als kampioenschap en het is een geweldige ervaring. Bij onze laatste pitstop hadden we nog 5 liter moeten tanken. Dat is wat ons heeft perturbé, want het laatste ravitaillement, we hebben het vol, maar het was celui du mieux. Qui nous a pénalisé. Donc voilà.
Uiteindelijk en op de eindmeet is het Mark Focus W8-wagen 58 die in het algemeen klassement en de overwinning in divisie 3 in de wacht sleepte. Genoeg om een weelderige dubbele aan het einde van het seizoen te scoren. Voor Thierry de Lattre de Bouscot, die ook in de historische wedstrijden rijdt, kunnen we zelfs spreken over een uitstekend parcours om het jaar af te sluiten. Een overwinning net aan het einde, dankzij een andere wagen die helaas geen benzine meer had. Een overwinning voor ons, we zijn super blij. Volgt de Peugeot 308 en dan realiseer je, er is iets mis. Ik zie de wagen van rechts naar links gaan bij de busstop. De wagen stopt en ik passeer op 20 meter van de finish. Een beetje geluk, denk ik. Thierry, was het een solide einde van het seizoen met goede resultaten? Ja, het is geweldig om te winnen en om de resultaten te behalen met deze Cobra. Het is niet voor de hand liggend om deze auto met Christophe te rijden. Ik zie dat mijn zoon verbetert na het debuut in een Citroën C1 tot deze V8 Cobra. Hij heeft het potentieel om erin te slagen. Et arriver à ce qu'on vient de rouler là avec un gros V8 et on voit qu'il est capable. Donc je suis d'accord qu'en Cobra, il a le potentiel pour y aller. Het laatste algemene podium van het jaar werd voltooid door de op één na hoogste gerangschikte auto in divisie 2. De Audi RS3 LMS wagen 7 van Erik De Walijns en Giovanni Scamardi. Pech vanaf het begin in Zolder, maar uiteindelijk behaalden ze de titel in klasse F na deze eerste deelname. Het was aan het einde erg krap. Giovanni reed een geweldige stint. We zijn blij omdat ik denk dat het deze keer goed is en dat we de titel in de divisie te pakken hebben. Giovanni, een gevecht met de Peugeot 308. Was het interessant? Avec cette 308 qui est très récente, c'est intéressant. Ja, dat verhoogde het niveau. Het was nek aan nek gedurende de race. Tijdens de eerste stint was het heel solide. We vochten om 15e per ronde. Het was erg plezierig. Een zeer hoog niveau. Très amusant, vraiment pas mal. Un très bon niveau et de quoi jouer, quoi. Het heeft even geduurd om jezelf stabiel te voelen met deze wagen. Zien we je volgend jaar terug met deze wagen? Dat is nog niet zeker. We veranderen graag. We zullen zien. On aime bien changer, donc on verra. Het klasse F-podium in divisie 2 werd gecomplimenteerd door de Seat Leon Cupwagen 444 van Manfred Verbeke en Denis Smets, die het seizoen met vlag en wimpel waren begonnen voordat hij geleidelijk terugkeerde naar in de gelederen. Wat voelt als wraak voor 2020. Een nieuwe ereplaats voor de Peugeot 308 Racing Cup, de wagen 308 van Benoît Alturie en Charles de Knut, die tot de revelaties van het seizoen behoren en niet mogen nalaten om aan snelheid te winnen volgend seizoen. Een occasionele deelnemer in divisie 2 is deze Lotus Exige, de wagen 63 van Lino Pecoraro en Michael Berben. Vooral wanneer de 100 Series bij BGDC aandreed op het mooiste circuit ter wereld, zijn ze graag van de partij. Minder succes voor de Seat Leon Supercoppa Mark II, de wagen 27, van Jean-Luc Pingueur en Erik de Broek, die vlak voor de finish aan de kant moest met problemen, waardoor ze zesde werden in de klasse F. Het was een groot succes, de terugkeer van de Ford Focus RS, de wagen 79, van Gilles en Alain Ronkeil, die we al geruime tijd misten op de circuits. Ze verloren wel veel tijd. Ricky Converse in de Honda Civic 2.0 Turbo, wagen 99, gedetacheerd door Devin Pickering, had dit seizoen dezelfde zorgen over de betrouwbaarheid als elke andere race. Een winter vol kopzorgen bij de Britse klant. Hetzelfde probleem voor de Porsche Boxster, de wagen 39, van de andere Britten, Richard Bernard en Rob Caney, met een gedwongen opgave als resultaat. De finale van Grosjean werd ook gekenmerkt door de terugkeer van de twee Renaults Mégane Trophy. Het was de wagen nummer 10 van Patrick Asnon, Olivier Grives en Eric Dutoit die uiteindelijk de beste resultaten behaalden ondanks een start vanuit de achterhoede. Resultaat een vijfde plaats algemeen en een overwinning in de klasse S van divisie 3. Na te zijn verschenen in de supportrace van de 25 uren VW Fun Cup waren de wagen 21, René Daniels, Michel Gillot en Sven de Roek iets minder goed op de zevende positie. Gunstige vooruitzichten richting het seizoen 2020. Net als in Zolder zou de Porsche Cayman GT wagen 72 van Gaël Frère Rolf Littard, deze keer bijgestaan door Jonathan Henry de Fran, schitteren in divisie 4 en winnen in de klasse G+. En dat na een sprint met de twee Renaults Mégane Trophy. Très bonne voiture, on fait
Een zeer goede auto. We vormen een geweldig en constant team. We hadden geluk omdat we geen concurrenten hadden. Hiermee kunnen we de auto goed leren en veel plezier beleven. Het is de 100 Series bij BGDC. Veel plezier met vrienden in een geweldige race beleven. Veel plezier. Ik denk dat tout le monde a cet objectif-là aujourd'hui. Surtout en 100 Series bij BGDC. Se faire plaisir, être entre copains et pouvoir quand même faire une belle course. Rolf, wat zijn de indrukken na de finish van uw tweede race? Super content, c'est un début merveilleux. Super blij dat het geweldig verliep. Het is een zeer goede auto, betrouwbaar. De monteurs leverden perfect werk. We hebben het genoegen gehad om met Jonathan te rijden, die ook een geweldige rijder is. Dankzij hem konden we vandaag een podium behalen. Jonathan, hoe was het op het circuit? Makkelijk? Niet makkelijk? Ik reed de derde stint. Het was nogal moeilijk op niveau van de banden, vooral tegen het einde. Ik had een geweldig gevecht met een Megane. Het was de moeite. Ondanks de staat van de banden was het leuk. Malgré l'état triste des pneumatiques, mais non, c'était chouette. Très bien. Divisie 4 nog steeds met de algemene top 8 voor de BMW M235i Racing Cup, wagen 235, van Gunther van Halven en Wim Brat, de winnaars in de klasse X. Aan het einde van dit seizoen kan het duo tevreden zijn met de verandering van wapen. We zijn er heel tevreden van. We zijn midden in het seizoen omgeschakeld van onze diesel naar de M235. We hebben sindsdien veel meer plezier aan de auto gehad, veel minder moeten sleutelen, veel minder pech. En dat is iets voor ons op het lijf geschreven. We zijn blij dat we die keuze gemaakt hebben. Wim, hoe was het vandaag? Goeie race? Ja, absoluut. We hebben zeer vlot kunnen rijden, constante tijden. En zodoende een mooie plaats behaald en een overwinning in onze klas. Volgend jaar, hoe heet met die BMW? Zeker, zeker, zeker. We gaan hem deze winter wat lichter maken en misschien nog iets performanter. En volgend jaar staan we terug daarmee aan de start. Voor een andere M235i Racing Cup, 32, van Denis en Emilia Buffet, was deze laatste proef een afknapper. Met een opgave als gevolg. Dat brengt ons bij de divisie 1 auto's, waar de beste 2 liters opnieuw vochten voor de overwinning. En als de Vauxhall Astra Coupé de wagen 777 van Philippe Minage en Guy Katzers de dans leidde, eindigde ze uiteindelijk op een tweede positie, slachtoffer van een lekke band. Het was een première tijdens de Franco 200, de overwinning van een nieuwkomer, of liever een heroptreden. Na deelgenomen te hebben aan de 24 uren van Francorchamps toerisme in de jaren 90, heeft deze Toyota Celica GTI 2 liter een lange en degelijke opknapbeurt ondergaan. Eindelijk terug op het circuit werd de wagen toevertrouwd aan José Close, Yves Wanson en Alain Henrard. Die uitzichtend voor de dag kwamen, een overwinning in klasse B. Het is een droomrace, dat hadden we nooit verwacht. Finishen was het belangrijkste, we zijn erg verrast. Mijn teamgenoten hebben het geweldig gedaan. Alain, hoe was het op het circuit met deze Toyota Celica, die je niet kende? Dit is onze eerste race, onze vuurdoop. De auto is goed afgesteld, we zijn alleen maar gelukkig. Yves, is deze overwinning een one-shot? Ja, we werken al vele jaren samen puur voor het plezier. 30 jaar vriendschap met José en de betrekking tot de 24 uren. Daarom kregen we ook startnummer 24. We hadden het niet beter kunnen bedenken. Het was een Renault Clio Cup die het podium voltooide in de klasse B. De wagen 28 van Angélique Charlier, Pierre Zanen en Laurent Simon, die volledig profiteerden van de tegenslagen van andere wagens in de categorie. Een beau podium. Een mooi podium. Het was niet eenvoudig, maar we hebben het toch gedaan. Een koers qui était comment? Pierre, hoe ging het in de Clio? Extraordinaire. Een buitengewone auto, buitengewoon circuit, buitengewoon weekend. Een podium. Zullen we tijdens de volgende seizoen je vaker zien? We moeten de datums bekijken. Het werk kost veel tijd. Zo snel als we kunnen, rijden we. We hebben du boulot qui nous prend aussi pas mal de temps. Et dès que c'est possible, on roule. Et le reste, advienne que pourra. Laurent, hoe was het? Het was goed. Ik heb niet het hele jaar gereden vanwege een breuk. Het is dus geweldig. Pech voor de Mazda MX-5 Cup, wagen 60 van Patrick Dubois en Cédric Wouters, die op weg naar een top 3 waren in de categorie voordat de wagen in de laatste ronde tot stilstand kwam. De Mazda werd toch gerangschikt voor de Clio Cup, wagen 510, die dit weekend werd gedeeld door Jérôme Heine en Gaëtan Hayot. Merci beaucoup.
Teleurstelling ook voor de Honda Civic Wagen 5 van Patrick van Bieloen naar Vriek de Laat, wiens laatste afspraak voor het jaar erop zat na 24 ronden. Een traditionele mijlpaal is de originele BMW 325i. De klasse D viel in handen van Axel Roelands in wagen 73 met Olivier Hertsens en Bert Arnouts. De race eindigde in het kielzog van de leiders in klasse B. Xavier van Varenberg en Christophe de Nijf in wagen 325, de winnaars van zilver met 4 ronden voorsprong op de 90 van Aron Duville en Stijn de Vleeschouwer. Eindelijk in klasse A, game, set en match voor de Honda Wagen 48 van Bart Ooms, Jeff van Mechelen en Julien Schijn, die de overwinning en titel veroverde in het hart van de Belgische Ardennen. Het resultaat is zeker goed. Ik wil eigenlijk het team ook even bedanken voor het supergoeie werk dat ze gedaan hebben. De auto was echt perfect. En ook mijn teammaten, die hebben een heel goede job gedaan deze race. En wij hebben het mogen afmaken, dat was supermooi. Echt hard. Het is de titel, Jeff, aan het einde van het jaar? Ik denk het, ik denk dat we de titel hebben. We hebben veel punten verloren in Magny-Cours, maar we dat niet kunnen rijden hebben. Het zijn vandaag dubbele punten en onze concurrenten hebben nu dezelfde tegenslag gehad dan wij. Donc, we zijn content. Très content. Merci bien. Julien, je verscheen laat in het seizoen bij dit echt Belgische team. Ging het goed? Ja, we hebben een geweldige race gehad. Ik reed stint 1. Het was een primeur. Het kostte me 10 ronden om het vertrouwen te winnen. Maar alles ging goed. Avec des nouveaux pneus. Il m'a fallu quand même un bon 10 tours avant de prendre confiance. Mais tout s'est très bien passé. Et je suis content. Marco van Belle, die herstellende is voor een operatie, slaagde erin om solo de race te betwisten. En zo finishte hij met zijn Honda Civic, de wagen nummer 3, op een mooie tweede positie in klasse A. De Honda Integra wagen 38 van Philippe Lannon, Quentin Niclo en Martin Buzinaron eindigde het seizoen op het kleinste treden van het podium, ondanks een artistieke schuiver in Brussel. Een andere Honda Civic, de 118 van Jean-Didier Renvaux, Fred Faucon en Georges Bons, miste net het laatste podium in klasse A. Voor de Citroën Saxo VTS, de 67 van Renault en Eric Lambert. Eindapplaus voor het seizoen 2019. De mankrachten achter de 100 Series bij BGDC zullen zich nu volop voorbereiden op het seizoen 2020. Drijvend op de succesgolf, gekenmerkt door vastberadenheid, zal één ieder zich inzetten voor een voortdurende, evoluerende en groeiende toekomst. Tot volgend jaar!